En daar komt Willy alweer aangelopen. Ja, ik had nog wat op mijn vloer staan van de booster. Of tenminste leggen. Ja, dat is 2 zakken kattengrit. En een zak hondenvoer. Nou, die hondenvoer kan hier blijven. Ga jij bidden? Wil jij er bidden? Bidden? Bidden. Oh ja. Ik vraag me af hoe ze dat hebben. Dat ik, word je daar niet moe van? Pootjes omhoog. Ze leunt niet op de bank zelf. Een hele, hele goede middag, lieve vrienden. En welkom weer bij een gloedje nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag alweer reeds maandag, de 5e van de 2e 2024. En we leven om 10 minuten over 12. Het is maandag. En ja, de laatste vlog was zaterdag. Want gisteren was ik weer hondje beroerd ziek. Ik was draaierig. Ik stond de tollen op mijn benen. Ik was misselijk. Ik had een klein beetje hoofdpijn, was niet noemenswaardig. En ik had wat last van maag. Maar de draaierigheid was het ergste. Ik kon echt niet op mijn benen staan, zowat. Dus ja, ik weet het niet. Het zal wel door het weer komen, door de energie die in de lucht hangt. Ik weet het allemaal niet. Ik zit zelf ook wel met mijn eigen energie te knoeien en kom vanzelf alweer goed. En ik ben vandaag ook weer helemaal goed, enkel ja, mijn pols doet weer wat zeer. Ja, dat gaat ook op en aan. Op en af weet ik veel, hoe je dat noemt. En dan zie ik een haar en die krijg ik niet te pakken. Ja, goed zo. Maar in ieder geval, Willy die komt natuurlijk straks, want daar is het maandag voor. Maar wat gaan wij er doen? We gaan de kou trotseren. Ja, ze zeggen 9 graden. Zowel de pc, zowel Google. Oh, dan ga ik verkeerd. Zo. Gaan we even kijken wat de telefoon zegt. Er staat nu nog 8. En blijft 8 op de mobiel. En het gevoel is als 4. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Dus ja, dat dus. En het zonnetje schijnt. Dus dat willen we nog meer. Dat we gaan er gewoon van genieten. We gaan er gewoon nog even uit. We kleden ons warm aan. Ja, en dan gaan we even lopen naar meisjes. Ja, toch? We gaan even lekker lopen, hè? Rijka. 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 Oost-Indische doven. Rijka. Kiekeboe. Je pet staat weer scheef. Wat is er nou? Helemaal niks. Snoppenjendo. Nee, en het zonnetje. Oei, 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 oei. Het zonnetje is lekker, maar het kan ook zo fel zijn. En vooral op dat witte plastic. Ja. Maar het maakt niet uit. Ik ben er eigenlijk wel aan gewend en voorheen hing ik nog wel eens een handdoek van de grote theedoek bovenaan het raam, zodat ik uit bovenlicht geen last had. Maar ja, dat heb ik tegenwoordig nooit meer. Eigenlijk moet ik dat weer eens even terug gaan doen, hè. Zolang ik geen geld heb om raam dingen te kopen, hoe noem je dat? Die Luxeflex of wat dan ook. Ik wil geen plakfolie, want dat is blijvend. Die plakfolie, die spiegel, dat je van buiten niet naar binnen kan kijken en wel van buiten, van binnen naar buiten. Maar dat is mij te donker. En dan komen de muren op je af. Hek boven ook in principe last van, meer boven slaap je. Maar moet ik daar een hele tijd wezen, dan komt het gewoon op me af, weet je. En daar kan ik niet tegen. Ik had het hier ook willen doen, maar nee, ik heb wel plakfolie, maar ik doe dat weg. Ja, komt vanzelf wel goed.
Maar ik vind dit, hier blijft het licht, met dit plastic blijft het licht gewoon in huis. Doe je het andere, dan verdwijnt je licht. En dan wordt het mij te donker. En ik moet ook daglicht kunnen hebben, ook wanneer je aan het naaien bent. Noem maar op, weet je, je moet daglicht hebben. Ja, maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet gewoon van alles met wat jullie doen. Maar geniet ook een beetje met ons mee aan deze kant. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik heb mijn tweede bak koffie voor mijn neus staan. Willy heeft hem al op. Ik heb een broodje voor me. En ik ga zo meteen, als ik dat op heb, naar buiten toe om in ieder geval dat ding van de picknicktafel weg te halen. En daar komt Willy alweer aan gaan lopen. Ja, ik had nog wat op mijn vloer staan van de booster, op tenminste leggen. Ja, dat is 2 zakken kattengrit. En een zak hondenvoer. Nou, die hondenvoer kan hier blijven, dat moet toch de kast in. Ja. Wat ja? Ja. Ja. Komt wel goed. Ja, altijd. Altijd. Dan kan jij bidden. Dan wil jij er bidden. Bidden? Bidden. Oh ja. Ik vraag me af hoe ze dat hebben. Dat ik, word je daar niet moe van? Pootjes omhoog. Ze leunt niet op de bank zelf. Ik zou zeggen, probeer het uit. Ja, hè? Die zo raar doen. Ja. Dus. Maar in ieder geval, ik zal die tas even op gaan vouwen ook. En dan kan die ook opgeruimd worden. Want Willy die dacht dat het in de kast moest. Nou, nee. Hij wordt opgevouwen en dan gaat hij naast de koelkast de kast in. Dat weten jullie al. Ja. Echt waar, hè? Joh. Ben jij lief? Ben jij lief? Ben jij ook lief? Jij. Jullie zijn allebei lief. Ja. Allebei lief, lief, lief. Dus ja, ik ga dus zometeen, als ik mijn koffie en mijn broodje op heb, dat kerststuk in ieder geval al verwijderen. En zo doen we het een beetje bij beetje verder. Ja, dat komt allemaal goed. We houden gewoon vol goede moed. Tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Haha, ik ben back en back up, maar ik moet het aanrecht nog. Het ligt nog een klein beetje op het aanrecht en moet ik nog opruimen. Ik ben druk buiten bezig geweest. De leeslamp heb ik naar binnen. En in de doos. De takken van de picknicktafel. Nou, de takken liggen al in de container. De ballen zijn nog niet op. Wacht even. Ja, van de picknicktafel heb ik opgeruimd. De spullen, er zaten geen ballen in. De aardbeientoren heb ik ook al leeg. Althans, ik heb de kerstverlichting er weer in gedaan. Ik denk, ik vind wel wat hebben. Dus ja, het brandt momenteel nog niet, maar kunnen we wel aandoen. Ja. Enkel die takken die daar naast de poort hangen, die hangen er nog. Maar mijn container is vol. Ja. Ik ga morgen eerst even naar Erwin vragen, kan jij dat even aanduwen, zodat ik dat er nog bij kan doen? Dan kan ik dat morgenmiddag ook nog weghalen. Want zover ik weet, moet deze week de groene container geleegd worden. Kan die leeg? Ja. En dan is buiten helemaal klaar. En daar ben ik blij mee. Ook dat boompje, die gouden regen, wat ik gouden regen noem. Heb ik ook al opgeruimd, dus ja, ik heb mijn best weer gedaan, dacht ik, voor vandaag. Ik had dat kleine bosje ook nog willen doen, maar ja, de container is vol en dan kan ik die takken niet kwijt. En ik wil ook geen troep hebben dat het weg gaat waaien als er al harde wind op komt zetten. Dat wil je niet hebben. Dan moet ik zo meteen met de meisjes lopen, ook dat, maar ik heb een haak aan mijn naag en ik wil eerst koffie. Ja, we gaan eerst een bakje koffie doen, daar ben ik wel aan toe, echt wel. Dus ja, dat gaan we eerst doen en daarna ga ik meisjes uitlaten, daarna ga ik eten en ik heb zin in een patatje, dus ik ga lekker patat in overgooien.
En dan vanavond een vlog in elkaar zien te flonsen. Ja. En morgenmiddag om 1 uur zou Erwin komen. Maar die heeft vandaag geappt. Mag ik ook om 2 uur komen? Ja, natuurlijk. Mag dat. Ja, daar doe ik niet moeilijk over. Maar hij komt tenminste, weet je. En of het nou een uurtje later is of een uurtje vroeger, dan schipperen we wel. Ja, dan deel ik mijn dag gewoon even een beetje anders in. En ja, hij komt tenminste. En dat vind ik wel fijn. Bemoei jij je er niet mee, want je bent toch nou voor. Ik heb hem voorgezet. De computer heeft 42 en hij heeft het 15:15. Ja. Ik ben benieuwd hoe lang die voor blijft lopen. Maar ik moet de gewicht ook zo wat weer ophalen. Dus ja, komt ook goed. En ja, het is maandag. Meestal op maandag moet ik ze omhoog halen. 1 keer in de week. Dus, maar in ieder geval, dan hebben we dat ook nog te doen. Juist. Ik zou zeggen, lieve vrienden, smakelijk eten, bon appétit. En een hele fijne avond gewenst. En tot later. Ja, lieve vrienden. Daar zijn we weer om van jullie natuurlijk van deze dag afscheid te gaan nemen. Maar ik had er net eerst nog een telefoontje. En dan denken wij zelf, nu nog om deze tijd, het is net 2 uur geweest. Ja, ik had even... Karin die belde me eventjes op. Dus die had ik even aan de telefoon. En die was vanavond de hort op. En ja, het was super gezellig waar ze was. Wat ze hebben gedaan, zelfs dansen op de snelweg. Ja, hoe dan, denk ik. Daar kwam de politie niet bij. Maar de boeren mogen niet eens niet demonstreren. Hoe dan? Je mag wel dansen op de snelweg, maar niet demonstreren. En waarom was Karin en dansen op de snelweg? Ze was niet alleen. Met vele meerdere. Om die jongen die verongelukt is en dat zijn auto een knutspakketje was geworden en dat de motor erg verderop lag, verongelukt is en is overleden, die had vandaag 23 jaar kunnen worden. En dat hebben ze dus herdacht. Ze hadden een meeting. En ja, ze zijn ergens naartoe gereden met z'n allen. Als een stoet, denk ik. En ja, dat was gewoon prachtig. En nou, er werden filmpjes, heb ik gezien enzovoort. Nou, ze zijn maar gewoon aan het dansen op de snelweg. Er stonden gewoon auto's, stonden dus stil, hun eigen auto's dus. Maar ja, hoe dan denk je, hoe krijgen ze dat voor elkaar? Dan krijg ik het toch wel weer koud, want ja... Het mag niet, het is verboden om op een snelweg te dansen. Maar ja, als de ene doet, volgen de rest meerdere. Maar net als met die boeren, waar de politie erbij komt en zegt van dat het niet mag. Wie ben jij om ons dat te verbieden? Ja, je bent een politieagentje, maar meer dan dat doe ik ben je ook niet. Want jij weet de wetregeltjes niet eens. Want wij hebben nog steeds onze grondwet. Onze grondwet, dat bestaat uit dat wij mogen demonstreren. En dan heb je ons niet weg te halen. Zo simpel is dat, meneer de agent. Maar meerdere agenten, maar ja. Nou, ze hebben het goed gedaan. En nou ja, ik heb toevallig het nieuws op en ik kijk er nooit naar, maar ja... Het kwam ook op de computer al voorbij. Ik denk, wat is dit? Een ramp. Het wordt tijd dat de politie in het algemeen, zowel buitenland, zowel Nederland en ook het kikkerlandje hier ook bij mij waar ik woon, Den Helder, dat de politie ook op gaat staan en niet tegenover ons gaat staan, maar achter ons gaat staan en eens een keer gaat helpen. Maar nee, dat doet de politie niet. Nee, nou, vandaag vanmorgen spreek ik ze af van, hoe lijkt het nou? Hoe zit het nou? Worden jullie ook nou eens een keer wakker? Gaan jullie nou eens een keer het volk helpen? In plaats van tegenover ons te gaan staan en met gummiknuppels of weet ik veel erop de gelos te slaan? Of
Hè? Doe wat, maar ga niet ons in elkaar rammen. Want dat mag niet. Dan ben jij strafbaar. Maar ja, in ieder geval, lieve vrienden, wij gaan lekker naar bed toe. De meisjes die zijn al lang al uit geweest. Dat heb ik gedaan dat ik mijn vlog naar YouTube bracht. Ik denk, nou, dat gaat zijn werk. Ga ik met de meisjes uit. En dat is lekker allemaal gebeurd. En dan gaan we lekker een beetje toe. Dus ik wens jullie allemaal welterusten, slaap lekker, met mooie dromen. Uiteraard morgen allemaal weer gezond uit je bed zien te komen. En jullie weten het allemaal, God die houdt over ons allemaal de wacht. Daarom zeg ik graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei!